Wanneer is het verplicht om de grote was in te verrichten? Islam al-kafir. Wanneer een persoon bekeert naar de islam? موت غير الشهيد اي مسلم يموت لابد يغسل الا الشهيد لا يغسل elke moslim die komt te overlijden dient gewassen te worden behalve de martelaar die wordt niet gewassen als hij komt te overlijden الثالث المرأة اذا طهرت من الحيض او النفاس de derde soort is de vrouw die rein is geworden of aan het einde is gekomen van haar menstruatieperiode of van haar kraambloeding الرابع الجنابة والجنابة تكون إما بجماع. De vierde is dat men in staat van onreinheid is verkeerd door geslachtsgemeenschap. أو خروج المني من نائم أو من مستيقظ. Of iemand die een natte droom heeft gehad of dat hij dat er iets van sperma vrijkomt als hij wakker is. نعم هذه هي الأشياء التي توجب الاغتسال والله أعلم. Dit zijn de zaken die het verplichten om grote wassing te verrichten.